Welkom terug allemaal. Vandaag bespreken we de LG Pocket Photo Printer. Het is een kleine mobiele printer waarmee je kunt foto's afdrukken vanaf je mobiele device. Dus zoals gezegd van LG, je kan via een verbinding met je telefoon, dat kan een Android telefoon zijn of een iPhone zoals deze, kan je foto's vanuit je galerij gaan verzenden naar de printer en die printer zal die dan afdrukken. Als er natuurlijk papier geladen is. Om het papier te laden moet je de printer eerst en vooral uitschakelen. Alleen als de printer uitgeschakeld is, kun je ook echt papier gaan laden. Als we die nu openen, dan zie je daar papier klaar liggen. Dat is het formaat van een creditkaart ongeveer. En deze printer maakt gebruik van de Z-Ink technologie, de Zero Ink. Je hebt verschillende technieken. Deze techniek, de Z-Ink, is de techniek die bij een aantal van deze printers gebruikt wordt. Dus dit was het in-uitschakelen van het device. Zoals gezegd, het moet uitgeschakeld zijn om te kunnen openen. Verder kun je via USB het device gaan laden. Er is een ingebouwde batterij, dus je kan echt on the go kan je prints gaan maken. Er zijn een aantal LEDs hier vooraan die een statusindicatie geven. Die zijn ook zichtbaar in het bijgeleverde hoesje. Je hebt de aan status, dat is hier een aanduiding lid. Dan heb je een volgende lid wat een aanduiding heeft van de batterijstatus. En de laatste die aangeeft dat de printer momenteel in werking is, dus aan het printen is. Nu, de communicatie tussen deze twee in dit geval is via Bluetooth. Ik geloof dat deze printer ook via NFC kan werken, maar dus een iPhone heeft zoals je weet geen NFC aan boord. Dus in ons geval gaan we gewoon Bluetooth gebruiken. Er bestaan ook printertjes met wifi. Je begint met op je telefoon op zoek te gaan naar de LG Pocket Photo Printer app. Dus dan moeten we de App Store of voor Google de Play Store openen. Daar zoeken we naar LG Pocket Photo. En dan zou je moeten... Dus LG Pocket Photo. En dan zou je al meteen de app moeten te zien krijgen. Als we even laten laden. Ja, kijk, ik denk dat die eerste... Het is al meteen de app die we nodig hebben, dus die ga ik hier nu meteen al installeren. Dan kan ik zo dadelijk ook een demo geven van hoe het printertje precies werkt. Dus als we dan straks de connectie tot stand gebracht hebben, dan zal je zien dat de LEDs ook gaan veranderen. En de foto zelf die komt hier bovenaan, is een gleuf waar dat de foto dan uitkomt. Opnieuw, als je het hoesje hebt, het hoesje is voorzien om de printer ook te laten functioneren. We gaan nu eerst de Bluetooth-verbinding tot stand brengen. Dan zie je, als je via de instelling naar Bluetooth gaat, dan moet hier een extra device verschijnen als natuurlijk de LG Pocket Photo Printer ingeschakeld is, via de knop die we daarnet hebben laten zien. En hier zie je al de LG-printer verschijnen, dan moet je die gewoon nog koppelen. En van zodra die verbinding er is, kunnen we eigenlijk op zoek gaan naar een foto om af te drukken. Dus als we nu in onze galerij, ik zal via de LG Pocket Photo Printer afwerken. Je kan ook in je eigen galerij, ik zie hier al meteen al een aantal zaken, toestemming moeten geven. Bijvoorbeeld de LG Pocket Photo Printer moet natuurlijk toegang hebben tot Bluetooth, maar ook tot je fotogalerij om te kunnen foto's afdrukken. Dus hier heb ik al een aantal van mijn foto's op mijn device. Laat ons hier bijvoorbeeld van de reizen een foto van het landschap dat ik gemaakt heb op reis. Daar zijn heel wat kleuren ook. Dan kan je de kwaliteit van de print ook een klein beetje beoordelen. Dus als ik hier nu een foto selecteer, laat ons pakken. Deze van zo'n zonsondergang. En dan zie je hier onderaan heb je een aantal opties. Je kan de foto nog veranderen. Dus je kan hier nog scrollen door de foto's. Maar je kan ook met... bijvoorbeeld dit toverstafje bijvoorbeeld, kan je de foto nog gaan bewerken. Je kan allerlei informatie toevoegen aan de foto, maar je kan ook bijvoorbeeld hier via deze optie met een kadertje werken. Dus dit zijn allemaal kaders die rond de foto geprint zullen worden. Je hebt tal van kaders, van eenvoudige kaders met een randje en een motief in en dergelijke meer, zoals deze, tot de meer complexe die we daarnet gezien hebben.
Ja, ik denk dat je best gewoon zelf op je gemak een keer door de verschillende kadertjes gaat. Je kan natuurlijk ook altijd zelf een foto in Photoshop gaan bewerken en dan pas naar het printertje sturen. Dan heb je je eigen kader. Laat ons nu eerst en vooral terug geen kader selecteren. Als we dan terug gaan naar het overzicht, dan hebben we hier nog een aantal andere opties, zoals bijvoorbeeld de middelste optie voor het aanpassen van de belichting. We kunnen de helderheid van de foto aanpassen. We kunnen het contrast van de foto ook aanpassen en we kunnen afzonderlijk ook de kleur echtheid aanpassen en alles resetten. Als we dan helemaal teruggaan, kunnen we ook nog wijzigen hoeveel foto's er op één blad worden geprint. Let wel, dat blad is creditcardformaat, dus vrij klein. En dan zijn er tot slot nog een aantal filters, zoals bij Instagram bijvoorbeeld kunnen we nog filters toepassen op de foto voor we deze naar de printer sturen. En dit is dan nog tot slot bovenaan de optie om de oriëntatie van de foto en de oriëntatie van het blad afzonderlijk te gaan wijzigen. Dus we kunnen zowel het blad als de foto omdraaien. De instellingen zijn we nog vergeten, we zullen die nog overlopen. En dan zie je hier bovenaan bijvoorbeeld als eerste een optie om ofwel de foto te printen met witte randen, dat je dan het volledige beeld wel te zien krijgt, ofwel het volledige beeld aan te passen. Zoals hier het volledige beeld aan te passen, te vergroten tot het volledig past op je foto's dat je kunt printen zonder witte randen. Let wel, als je dit toepast, dan zou je dus altijd wel, als je verhouding niet overeenkomt met dat van een blad, zou je altijd een klein beetje van je foto verliezen aan de randen, van hetgeen dat bijgeknipt wordt. En dan nog tal van andere opties, de versie van de app ook en dergelijke meer. Maar laat ons nu tot slot de foto gaan printen. Dus net voor je print krijg je nog deze weergave te zien. Dan heb je opnieuw weer een aantal opties om te roteren en dergelijke meer. Je ziet ook dat op de printer. Ah kijk, hier zie je opnieuw het verschil tussen met of zonder witte randen printen. Dus ofwel krijg je het volledige beeld te zien, ofwel wordt het beeld een klein beetje nagepast, zodat het over de volledige foto past. Als we nu verder gaan en we printen dit beeld af, dan zie je dat het verzonden wordt via Bluetooth naar de printer. Er komt ook een animatie blijkbaar op de telefoon. En dan zal nu de printer in werking schieten. Je ziet hier al meteen dat het ledje bij de printfunctie nu ook blinkt. En dan zie je een eerste blad verschijnen. Dit blauwe kaartje zit er één keer in. De eerste keer dat je print komt dat tevoorschijn. Daar zijn barcodes op zoals dat je hier kunt zien. En die barcodes zijn nodig voor het printertje om te kunnen detecteren wat voor type papier er momenteel geladen is. Dus je kan ook door dat kaartje zie je ook hoe het papier in de printer moet geplaatst worden. Dus dit blad moet altijd onderaan met de barcode naar beneden, zodat als het uit de printer komt, de printer die barcode kan lezen. En ondertussen zie je dat de eigenlijke foto er ook aan het uitkomen is. Ik heb de opname een klein beetje versneld, maal 4 van de werkelijke snelheid. Maar dit is dus het resultaat van de print. En als we snel terug op onze telefoon gaan kijken om een vergelijk te maken met het originele beeld. Zo, dus dit is de foto die we afgedrukt hebben. Ik moet zeggen, qua kleuren bevalt het mij wel. De overgangen zijn ook vrij goed en dergelijke meer. De kwaliteit vind ik echt wel goed. En dan hier, ja, vergeet niet de device uit te schakelen, want anders zal de ingebouwde batterij snel leeg zijn. Er is ook een zakje meegeleverd, zoals ik eerder al had gezegd. En dat zakje is dus voorzien met de juiste openingen. Aan de zijkanten bijvoorbeeld, voor het in- en uitschakelen van uw device, voor het opladen van uw device en dergelijke meer. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.